Welkom bij Iedereen kan haken. Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. Het is echt leuk. We hebben heel veel abonnees en duimpjes omhoog en reacties onder de video. We gaan vandaag deze hele leuke Fenna omslagdoek haken. Ik heb er al een rand aan gehaakt en die laat ik in de volgende video zien. Nu ga ik even meten hoe groot deze omslagdoek is geworden. En dan gaan we beginnen. Ik zal jullie rustig uitleggen hoe dat ik deze omslagdoek heb gemaakt. En we beginnen altijd aan de rechterkant en dan naar beneden. Maar ja, dan moet ik hem eigenlijk even zo filmen. Moment. Kijk, we beginnen altijd aan deze kant. Maar eerst ga ik jullie uitleggen wat je allemaal nodig hebt. En ja, ik zou zeggen veel kijkplezier en tot zo! De Fenna omslagdoek heb ik gehaakt met 1, 2, 3 bolletjes Fenna wol van Vibra. En dit is kleur nummer 86330. En ja, deze omslagdoek. Oh, ik heb hem net omgedraaid. Kijk, dit is de achterkant. Als je het goed ziet, dan is dit de achterkant. Ik zal hem heel even omdraaien. En dit is dus de voorzijde. Dit is weer een andere kleur Fenna. Ja, je kan de Fenna wol gebruiken welke kleur dat jij ook wil. Maar we waren eventjes aan het kijken welk kleurnummer. Dit is 86330. Er zit. Het is 100% acryl. En er zit 236 meter op. En dit is 100 gram. Dus de Fenna wol van Vibra. Welke kleur dat jij ook wil. Ik heb deze gehaakt op haaknaald nummer 4. Je hebt nodig een schaartje, een stopnaaldje voor je draadjes, een steekmarkeerder en een centimeter. En ik heb net gemeten hoeveel dat hoe lang dat omslagdoek is. Ik heb zojuist de lange zijde gemeten en die is 55 inch. En dan kom ik op 1,40 meter. Dus de lange zijde van de omslagdoek is 1,40 meter. En de diepte die is 70 centimeter. En dan gaan we weer verder. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen dus met de Fenna wol. Ik heb ook nog het andere label van de andere kleur gevonden en dat is 85802 kleurnummer. Maar ja, omdat ik hem twee keer ga maken, is het natuurlijk handiger om een ander kleurtje uit te kiezen. Maar je mag de kleur kiezen natuurlijk die je wil. Je begint met een opzetlus. Dan haken we 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sluit je de losse ketting in de eerste lossen. Je haalt je draad op en je maakt een halve vaste. Dit is dus de onderkant van je omslagdoek. Trek je een beetje aan het touwtje. Dan ga je 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dit telt dan als stokje. Ik hou eventjes het draadje aan de onderkant. Zo. Dan 2 lossen. 1, 2. En dan ga je een stokje in de opening maken. Dan weer 2 lossen.
en weer een stokje in de opening. Twee losse en een stokje in de opening. Twee losse en een stokje in de opening. Twee losse en een stokje in de opening. En nu heb je 1, 2, 3, 4, 5 openingen. En dan ga je als laatste nog een dubbel stokje maken. Twee keer omslaan en weer in de opening een dubbel stokje. Zo, dit was de eerste toer. Je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5 openingen. En in die middelste, daar zetten we een steekmarker. Dus je hebt 5 openingen, 1, 2, 3, 4, 5 en in de middelste daar zet je een steekmarker. En dan gaan we nu naar toer 2. Tot zo! In toer 2 beginnen we dus met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan hou je dit touwtje aan de onderkant en dan keer je het werk. Zie je? Dan gaan we een reliëfstokje maken op dit eerste stokje. Dus het wordt altijd een reliëfstokje aan de voorkant. Daar begin je altijd mee. Dus je maakt een reliëfstokje. Je gaat achter het stokje langs. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Dan ga je in die opening ga je 3 stokjes maken. 1, 2, 3. 2 lossen. En dan ga je weer in die opening 3 stokjes maken. 1, 2, 3. En dan gaan we op dit stokje weer een reliëfstokje maken. Omslaan, achter je stokje langs, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Komt het er zo uit te zien. Draadje aan de onderkant houden. Dan gaan we nu naar de volgende opening. En in die opening zetten we weer 3 stokjes. Oh, sorry hoor. 1. 2, 3, 2 lossen, omslaan en weer 3 stokjes, 1, 2, 3 en hier zet je een reliëfstokje weer op. Achter het stokje langs, je haalt je draad op, je slaat om door 2, omslaan door 2. Zie je hoe leuk het er al uit komt te zien?
Dan zijn we nu aangekomen bij de middelste opening. Daar doe je weer 3 stokjes in. Eén, twee, drie, twee losse. En je raadt het al, je doet hier ook weer 3 stokjes in. Ik haal even de steekmarker eruit. Dus je doet weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En dan pak je je steekmarker en die zet je weer terug in de opening. Dan kom je bij dit stokje aan en dan doe je weer een reliëfstokje maken. En dan is dit de bovenkant. Dus je houdt je begindraad naar beneden en je zet goed je steekmarker terug in het midden. En dan gaan we weer naar de volgende opening. En daar zet je weer drie stokjes op. Dan 2 losse. 1, 2. En weer 3 stokjes. 1, 2, 3. Op dit stokje weer een reliëf stokje. Dus je gaat achter het stokje langs, je haalt je draad op en je maakt je stokje af. Zo. En als je klaar bent met het reliëf stokje, dan bij die laatste opening gaan we nog een keer 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes inzetten. Eén, twee, drie, twee losse en weer 3 stokjes in die opening. 1, 2, 3. En we eindigen de toer met een dubbel stokje, dus je slaat 2 keer om en we gaan een dubbel stokje hierin zetten. En dan zijn we klaar met de tweede toer en dan ziet het er zo uit. Het ziet een beetje raar uit, maar komt helemaal goed. En dan zie ik je bij toer 3, daar zie ik je weer terug. Tot zo! Nu gaan we bij toer 3 beginnen met 3 losse. 1, 2, 3. En we keren het werk, dus je zorgt dat je weer aan deze kant komt met je touwtje naar beneden. En dan ga je eigenlijk aan de achterkant van je werk werken. En nu ga je nog 2 losse erbij doen. 1, 2. En dan gaan we tussen het laatste stokje, tussen het laatste dubbele stokje en het stokje in, hier gaan we een stokje zetten. Dus we gaan hier een stokje zetten. Kijk, en dan wordt dit een soort V-steek. Ik heb het niet helemaal goed gedaan, zie ik. Zo, ja. Dan ga je meteen door naar die opening. Dus je maakt geen losse meer bij. Je hebt hier dus die V-steek en dan gaan we nu naar die eerste opening. Daar gaan we weer een V-steek in zetten, dus een stokje, 2 losse en een stokje. 1 stokje, 2 losse en weer in die opening, dus in die opening een stokje.
Dan gaan we naar die volgende opening. Daar gaan we weer een V-steek in zetten. Dus je pakt die opening. Je zet daar een stokje in. Twee lossen. En een stokje. Dus toer 3, dan krijg je echt die V-steken. Even wat garen aanpakken. Dan gaan we naar de volgende opening en dat is dus de bovenkant. Zie je, van die 1, 2, 3, 4, 5 openingen heb je hierboven die rode marker. Daar gaan we nu helemaal naartoe. En daar zorgen we dat we het midden maken. Dus we gaan een stokje maken. Twee lossen, een stokje, twee lossen, weer een stokje, weer twee lossen en weer een stokje. En als het goed is, heb je nu 1, 2, 3 openingen. En dan ga ik de steekmarker eruit halen en die zet ik in de middelste opening. En nu bobbelt het een beetje, maar het komt eigenlijk helemaal goed. We gaan weer naar de volgende opening. Daar gaan we weer een stokje, twee lossen en een stokje inzetten. Stokje, twee lossen en een stokje. Dan naar de volgende opening. Een stokje, twee lossen en een stokje. Zie je, dit is toer 3 en ja, ik ben nog niet helemaal klaar hoor. De toer 3 is echt alleen de V-steken in de grote openingen. Dus nu gaan we naar het einde. We gaan naar het laatste stokje en het ene laatste stokje en daar zetten we weer een V-steek in. Een stokje, twee lossen en nog één stokje. En omdat dit het laatste is, zetten we nu nog een dubbel stokje in die laatste opening. En dit was toer 3. En dan begint het er al iets op te lijken. Het begin is altijd een beetje dat je denkt van ja, waar gaat dit naartoe? Maar het wordt een hele mooie steek. Het is echt... ja, gewoon een mooie omslagdoek. En omdat het met haaknaald nummer 4 is en deze steek vrij veel garen nodig heeft, wordt hij wel heel mooi. Nou, dan gaan we nu naar toer 4. Tot zo! We gaan nu naar toer 4 met 3 lossen. 1, 2, 3. En je keert weer het werk en je zorgt weer dat je steekmarker aan de bovenkant zit en je lange draad aan de onderkant, je begindraad. En dan gaan we nu weer die toer met die 3 stokjes maken en die reliëfstokjes op die V-steek. Dus we gaan een voorste reliëfstokje maken in die eerste, op het eerste stokje. Een reliëfstokje. Dan 3 stokjes in die opening. 1, 2, 3. 2 lossen. En dan weer 3 stokjes.
kom je hier bij die V-steek, dan ga je weer een reliëfstokje maken. Het zijn allemaal voorste reliëfstokjes, dus het is zo'n fijn patroon. Ik heb het patroon ook uitgeschreven, dus dat kan je bestellen als je dat wil via iedereenkanhaken@hotmail.com, als je dat makkelijker vindt, of via Messenger. Nou, toer 4, we hebben hier alweer de groepje van 3, 2 losse, 3 stokjes en een reliëfstokje gedaan. En dan gaan we nu naar de volgende V-steek en dan gaan we hier weer een reliëfstokje maken. En in die V-steek zetten we weer 3 stokjes. 1, 2, 3. 2 losse en weer 3 stokjes. In deze, op deze V-steek weer een reliëfstokje. Zie je? En ik zie dat de onderkant bijvoorbeeld, als die een beetje zo schuin gaat lopen, dan gaan we nu beginnen met de nieuwe toer dadelijk met 4 lossen in plaats van met 3 lossen. Dan komt de onderkant, wordt dan rechter, dus je begint dan met 4 lossen in plaats van 3 lossen. Even weer wat garen pakken. En ik heb een beetje spijt dat ik niet eerst een bolletje heb gemaakt van de fenna garen, want dat is toch makkelijker. Eerst een bolletje maken van je garen. Maar goed, toer 4, we gaan weer een reliëfstokje maken. 3 stokjes in de opening. 1, 2, 3, 2 lossen en weer 3 stokjes. 1, 2, 3, een reliëfstokje. En dan zijn we nu hier aan de bovenkant gekomen. Daar gaan we weer een reliëfstokje maken. 3 stokjes, 1, 2, 3, 2 lossen, 1, 2 en weer 3 stokjes, 1, 2, 3. En op de volgende stokje, hier gaan we weer een reliëfstokje maken. 3. En dan zijn we nu hier bovenaan gekomen. En hier haal ik dus de steekmarker eruit. En die leggen we even opzij en dan gaan we weer 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes en een reliëfstokje maken. En dit is dan de bovenkant en dan doe ik dadelijk weer de steekmarker terug. Dus 3 stokjes, 1, 2, 3, 2 lossen
en weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En ik zet meteen de steekmarker erin, want anders dan raak je echt in de war. En het kleurverloop ga je al een beetje zien, maar we zijn nog echt maar pas begonnen. Maar je haakt dit echt bij de tv heel makkelijk weg. Dus nog een reliëfstokje. En weer 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes en een reliëfstokje. En zo maak je eigenlijk die hele toer 4 haakje zo af. Ik vind het wel heel leuk om gewoon lekker door te haken. Krijgen we gewoon een iets langere film, maar dat maakt niet uit. Zo, 3 stokjes, 2 losse en 3 stokjes. En weer een reliëfstokje. En weer een reliëfstokje. En weer 3 stokjes. 1, 2, 3, 2 lossen. Zie je dat de kleurverloop al lichter wordt nu? Dat je al met een lichter kleurtje gaat werken. En nu weer 3 stokjes. 1, 2, 3. Dan 1 reliëfstokje weer. Ja, je komt het eigenlijk allemaal vanzelf tegen iedere keer. Zie je? Wat er tikt is mijn steekmarker, maar die haal ik er echt niet uit, want nu ja, anders raak je echt het midden kwijt. Dus dat is heel belangrijk. De steek is de marshmallow stitch. Dus hij is echt ja, marshmallow. Wie dit bedacht heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval, zo heb ik hem ontdekt. En dan gaan we weer 3 stokjes maken. Oh, dan moet ik wel natuurlijk, sorry, in die V-steek eerst een reliëfstokje. Want je gaat om die V-steek heen. En weer 3 stokjes. 1, 2, 3, 2 losse. En weer 3 stokjes. 1, 2. Dan weer om dit stokje heen. En dan gaan we aan de laatste beginnen. Dus om het stokje heen weer. Dan weer 3 stokjes. 1. 2. Kijk even mijn garen laten zien, zie je? Dit valt altijd zo van de bol af, dus ik heb een beetje spijt dat ik hem niet even eerst opgerold heb. Maar als ik er nu vanaf blijf, dan hoop ik dat hij lekker blijft gaan. Dus je blijft tellen, 1, 2, 3, 2 lossen, 1, 2, en weer 3 stokjes. En soms denk je, ja, het past er echt niet in, maar het past echt wel. 1, 2, 3. En we eindigen de toer altijd met een dubbel stokje. Dus 2 keer om je haaknaald heen. En je maakt je dubbele stokje af.
zie je? Dan is dit de vierde toer. En dan gaan we nu aan de vijfde toer beginnen. En die is natuurlijk hetzelfde als de derde toer. Dus de oneven toeren zijn echte V-steken. En we gaan nu naar toer 5. Tot zo! We beginnen nu aan toer 5 en ik begin nu met 4 lossen. 1, 2, 3, 4 lossen. En dan keer ik het werk. En dan ga je weer aan de achterkant verder. En dan gaan we weer V-steken maken. Dus we gaan omslaan en we gaan tussen. Dus je trekt eigenlijk de eerste steek een beetje los en dan gaan we daar een stokje in maken. Zo. Dan gaan we 2 los maken en nog 1 stokje in die eerste steek. Dan gaan we weer meteen naar die openingen en dan gaan we weer een V-steek inzetten, dus een stokje, 2 lossen en een stokje. Nou, het garen, wacht even, even terug uit, een stokje. Dan gaan we naar de volgende. Een stokje, 2 lossen en weer een stokje. Een stokje, 2 lossen en weer een stokje. En je gaat de volgende opening zoeken. Zie je dat het dan, even kijken of ik de voorkant kan laten zien, zie je hoe mooi dan die steek, die marshmallow eigenlijk naar voren komt. Maar goed, ik zal je niet verwarren, we gaan gewoon lekker rustig door. We pakken weer de opening en we zetten daar weer een V-steek in en 2 lossen en een stokje. En als je dan weer bovenaan bent, dan moet je weer zorgen dat je 3 openingen hebt. Dus wat ga je doen? Je maakt een stokje in de bovenste steek, 2 lossen, 1 stokje, weer 2 lossen. En dit wordt de bovenste, zeg maar de punt van de omslagdoek, en dan weer een stokje. 2 lossen en nog een stokje in deze opening. En dan pak ik weer de steekmarker en die zet je in het middelste, in de middelste opening. Dan ga je dus vanaf de bovenkant ga je weer naar de zijkant, daar ga je weer een stokje, 2 lossen maken, en een stokje. En zo ga je weer verder tot het einde en dan zie ik je op het einde hier, daar zie ik je weer terug. Tot zo! Ik ben nu op het einde aangekomen van toer 5. Kijk, de oneven toeren zijn de toeren met de V'tjes. Dit is dus de achterkant en dit is de voorzijde. En dan ga ik nu toer 5 afmaken.
dan zoek je eventjes het laatste stokje en dan ga je weer een V-steek in maken. Een stokje, twee lossen en een stokje. En je eindigt altijd de toer met de V'tjes. Die eindig je eigenlijk altijd met een, of niet eigenlijk, die eindig je altijd met een dubbel stokje. En dan ga je in die opening een dubbel stokje maken. En dan is dit het einde van toer 5. En dan gaan we naar toer 6. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Dan gaan we nu naar toer 6. En we beginnen iedere toer met 4 lossen. Ik ben in het begin met 3 lossen begonnen, maar ik vind 4 lossen dan. Komt er toch een mooiere rechte onderkant. Dus we draaien het werk weer naar de goede kant. Je houdt de draad aan de onderkant en de punt aan de bovenkant. En dan gaan we met toer 6 beginnen. En toer 6 is eigenlijk, eigenlijk hetzelfde, is altijd hetzelfde als toer 4 en toer 2, dus de even toeren. Die zijn allemaal hetzelfde en de oneven toeren zijn hetzelfde. Je begint dus weer met een relief stokje. Je maakt 3 stokjes. Twee lossen en weer 3 stokjes. En op het stokje ga je weer een relief stokje maken. En dan ga je weer een relief stokje op het volgende relief stokje maken. En dan ga je weer hier 3 stokjes maken, 2 lossen, 3 stokjes en een relief stokje. Helemaal weer tot aan de bovenkant. En dan zie ik je bij de bovenkant hier, daar zie ik je weer terug. Tot zo. Dan zijn we nu in toer 6 aan de bovenkant gekomen en dan ga je gewoon weer de relief stokjes zet je op de stokjes, dan ga je weer 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes en weer een relief stokje op het stokje. Relief stokje was dit, 3 stokjes, 1 2 3 2 lossen 3 stokjes 1 een relief stokje. En dan ben je aan de punt gekomen en dan pak je weer de steekmarker, die haal je eruit. En bovenaan aan de punt maak je weer 3 stokjes. Twee lossen
en weer 3 stokjes. En weer een reliëfstokje. En dan hou je die bovenzijde hier. Daar zet je weer je steekmarker in. En zo vervolg je, dan ga je weer hier 3 stokjes en 2 losse doen. En dan vervolg je het patroon. Als je wil kan je het patroon ook kopen via iedereenkanhaken@hotmail.com. Of je stuurt mij een messenger berichtje, dan stuur ik een tikkie en dan heb je het patroon al heel snel. Het is een heerlijke omslagdoek, want je haakt gewoon, ja, 2 toeren. Het zijn gewoon 2 toeren. En de omslagdoek wordt 70 diep en 1,40 meter breed. En met 2 lossen. Ja, ik ga nu door tot het einde van toer 6 en dan zie ik je op het einde hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Ik ben nu aangekomen op het einde van toer 6 en je eindigt dus altijd in deze opening met een dubbel stokje. En zo ga je weer verder dadelijk met toer 7 en dat zijn weer die V-steken. Ja, het is echt een hele leuke omslagdoek. Ik pak mijn omslagdoek er even bij, maar die kan ik natuurlijk nu niet helemaal op beeld krijgen. Kijk, dit is de andere kleur en het is gewoon echt heel leuk. Ik heb hier wel nog een effen kleurtje ingedaan in deze omslagdoek. Gewoon een kleurtje wat ik over had, ook op haaknaald nummer 4. Maar omdat ik hem nog een keer moest maken, dacht ik, ach, ik koop een ander kleurtje en dan ga ik er nog een maken. Dus hij is echt verslavend, het is leuk om te doen. Ik zou zeggen, duimpjes omhoog, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens!